We hebben hier inderdaad een Fender Player Plus Meteora in 3-color Sunburst. Nu, de Fender Meteora kwam eigenlijk oorspronkelijk uit in 2018 als een van die Parallel Universes. Je kent ze wel, af en toe brengt Fender een Parallel Universe reeks uit. En dat zijn dan meestal verschillende stijlen, een beetje gecombineerd door elkaar. Ze zetten eigenlijk de ontwerpers gewoon, geven ze een blank canvas en zeggen van doe maar. En mix maar op en teken maar en we zien wel wat het geeft. En dat brengt meestal elk jaar, het is nu al heel even geleden, maar meestal brengen ze dus een reeks uit en dan zie je de meest crazy gitaren voorbij komen in een limited run steeds. En de Meteora, zoals gezegd, 2018 NAMM kwam de Meteora uit, toen eigenlijk wel nog met twee single coils uit. Het was eigenlijk de basis van een Telecaster, maar nu, unpopular demand, hebben ze dus de Meteora teruggebracht, maar ze hebben hem voorzien van twee humbuckers. En je ziet het is een beetje een offset body. Hè. Je moet het graag zien, een beetje zoals de Jazzmaster en dergelijke. Maar het is echt wel een super, super cool ding gewoon. En het is een Fender Player Plus. Dat wil dus eigenlijk zeggen, de Fender Player reeks vanaf nu zijn de Fenders die in Mexico, in de nieuwe fabriek in Ensenada, Mexico, worden gemaakt. Nu, ik heb bijna altijd Fenders uit Mexico gehad, gewoon ook door de prijs. En die waren vroeger al top, maar nu zijn ze eigenlijk nog beter en beter. En soms weet ik echt niet waarom je dan echt die USA zou moeten kopen, want players zijn eigenlijk ook echt wel zeer top hoor. En de prijs, ik ga even kijken, de prijs zit dan toch zeker aan de helft van een USA. En ik zeg het, je hebt eigenlijk totaal geen mindere kwaliteit of dergelijke. Je hebt gewoon een heel toffe gitaar. De Player Plus, de Plus wil eigenlijk zeggen dat er nog iets extra aan zit. En dat is in dit geval hier de switch, hier in de volumeknop, die jouw coils hier gaat splitten. Wat eigenlijk ook altijd wel leuk is. Je hoeft het niet te doen. Veel mensen zeggen, ik gebruik het eigenlijk nooit. Dan hoeft het ook niet. Hè. Er is ook geen andere versie. Er is geen gewone player. Maar ik zeg het, je doet het wel hoor. Af en toe, als je toch probeert met wat nieuwe sounds en dergelijke, ga je toch wel ook eens alles af hier door het knopje in te drukken. Vind ik eigenlijk nog beter dan de push-pull die je soms vindt. Anyway, we gaan heel even naar de specs natuurlijk. Hè. We hebben hier een older body. En met die 3-color sunburst zie je natuurlijk die structuur van het hout hier al een beetje door, vind ik altijd mooi. We hebben een hoogglanslak hierop, dus goed beschermend sowieso. De ongelooflijk coole scratch plate hier. Dus de hele specifieke Meteora vorm dan. Ik zeg het, vind ik heel leuk. Hier zit natuurlijk nog plastiek over, maar als je het weg zou doen, dan is het echt wel shiny, ook over de humbuckers natuurlijk. De humbuckers zelf zijn Fireball humbuckers. Hoe cool kan een naam zijn? Heel vettig, heel warm, donker. Maar natuurlijk heb je de coil split hier en kan je meer naar die single coil sound gaan. Dus eigenlijk alles wat je nodig hebt. Hier heb je de 3-way switch. Perfecte plaats, vind ik ook. En voilà, hier traditioneel heb je hier met de 4 schroeven bolt aan. Hier ook het Fender Decal Player Plus logo. En de cutaway kom je hier natuurlijk aan de maple hals. Een maple hals die een satin finish heeft. Dus het zijn eigenlijk de best afgewerkte halzen, vind ik persoonlijk. Dus een beetje tussen heel mat en... Ja, het is echt super leuk om te spelen. Heel mooi afgewerkt hier ook. Echt top gitaar. Hier natuurlijk, de headstock zelf heeft wel een lak. Is een beetje voor extra bling bling te doen met mooie Fender Meteora logo. En de plus wil natuurlijk ook zeggen locking tuners. Dus dat is eigenlijk ook wel altijd top dat je dit hebt. Dus dan gaat die gitaar eigenlijk bijna nooit uit tune en is ook heel makkelijk om te restringen en dergelijke. Made in Mexico. En voilà, hier ook een belly cut, zie ik. Het is misschien niet de lichtste gitaar,
maar ze zit wel heel goed in balans. Dus eentje ze natuurlijk, ja, zoals hier, ja, voel je er natuurlijk niks van. Ik zei het, je mag het gewoon niet vergelijken met sommige custom shop gitaren die 3,5 kilo wegen. Deze zal iets meer naar de 4,5 zijn sowieso. Het is gewoon iets, als je heel veel gitaren vastneemt, kom je dat, ja, is dat vaak iets dat je zegt van, oh, deze is iets zwaarder. Maar het is zeker niet te zwaar, hè? Sowieso niet. Voilà, gaan we heel even naar de sounds. En dan ga ik een plectrum gewoon heel even clean. Ik zet eigenlijk het volume open en de twee tones ongeveer op 7. Heel warm. Break-up sound onmiddellijk. Natuurlijk ook, de volumeknop werkt eigenlijk perfect. Kortom, een zeer veelzijdige gitaar. Vooral met de twee vette humbuckers. Je hebt het gezien, vrijwel onmiddellijk die break-up sound, maar met het volume heel makkelijk weg te krijgen. En dan krijg je nog die warme gloed van die humbuckers. Wil je die echt volledig kwijt en wil je naar die single coil sound, gewoon even coil splitten. En zo kan je natuurlijk met de three-way switch echt een heel gamma aan sounds krijgen voor en of clean en met overdrive of fuzz of noem maar op. En verder natuurlijk een fantastische, coole gitaarvorm. Het is iets wat je niet altijd op het podium ziet, dus ben je ook op zoek naar gewoon eens iets anders.
dan is de Meteora denk ik echt wel een super, super coole gitaar. Ze is ook nog verkrijgbaar in verschillende andere kleuren. En zelfs nog basversies zijn er ook nog in die Meteora Shape, mocht je daar interesse in hebben. Nu, de link natuurlijk van deze gitaar vind je in de omschrijving. En heb je nog vragen over de Meteora, stel ze gerust in de comments en we beantwoorden ze zeker. Als je daar toch bent, like en abonneer als je wil. En dan mis je geen enkele video van Bax Music. Voilà. Ik hoop dat jullie een kijkje nemen naar de website. Kan je nog heel veel meer specs en details en dergelijke zien. En misschien ook wel kopen. En dan ben jij binnenkort de eigenaar van deze fantastisch coole Meteora. Check ook hier het logo in de humbuckers. Eigenlijk. Oh ja, en er zit natuurlijk ook een tremolo bij. Die heb ik nu niet gebruikt, maar die is er wel. En hier natuurlijk de bridge met twee punten hier vastgezet. Blokzaaltjes. Bedankt voor het kijken en tot heel binnenkort. Bye bye.